Nu heb ik, Adam, begrepen dat jij heel onverstandig bent met geld. Dus ik ga van jou weer 20 euro innemen. Ik heb echt te hard gelachen daarnet. Echt. Ik heb jullie net allemaal salaris gegeven. Maar in Nederland betalen we belasting. En dat hebben jullie nog niet gedaan, dus ik ga bij jullie even de belasting ophalen. Iris heeft heel veel gekregen van de ouders, maar ze heeft ook heel veel verdiend. Dus zij moet het meeste belasting betalen. Jij moet een beetje betalen. Jij ook een beetje. Jullie zijn op zich nog allemaal toch nog best wel gelijk uitgekomen. Het belastingstelsel. Ik ben er ook wel goed uitgekomen. Op zich. Nee, dit is echt hartstikke oneerlijk. Gewoon echt het belastingstelsel vind ik wel redelijk verdeeld. Dat de armen gewoon minder hoeven te betalen dan de rijken. We hebben een spelletje gedaan over geld, over verdeling. En uiteindelijk gingen we kaarten trekken. Adieu. Ik word altijd geneigd. Trek een kaart. Op die kaart kon je voordeel hebben of een nadeel. Het was gewoon een pure gok. Adil, je hebt het niet echt goed voor elkaar, maar het gaat oké nog. Maar je wordt ziek. En daarom kun je nog maar een paar dagen in de week werken. Lever dus alsjeblieft de helft van je geld in. Ja, 15 euro, ja. Je krijgt 5 euro terug. Maar waar iemand ongeluk heeft, is er ook altijd iemand die geluk heeft. Je buurvrouw heeft de loterij gewonnen, dus die krijgt wat jij moest inleveren nu cadeau. Jee. Jij kiest die. Jouw grootvader overlijdt. Gecondoleerd. En je krijgt alvast een deel van de erfenis. Je krijgt een erfenis van 50 euro. Nou, dat is dan wel weer fijn. Ja. Nou, dank je wel, opa. Ja. Ze heeft niet zelf voor haar geld gewerkt. Het was alleen maar omdat haar opa toevallig overleed. En daarom heeft ze dat geld geërfd. En dan ook nog van haar ouders. Dus ze heeft... Het is zo oneerlijk, jongens. Waarom zien we dat niet in? Dat klopt niet. We hebben er nog maar één. Eén over. Yes. Je smartphone is kapot. En je hebt een nieuwe nodig. Voor dat miserabele baantje wat je hebt. Die moet je wel houden, want anders is het nul. Nou, vooruit. Ik ken nog wel een mannetje. En met 20 piek, dan regel ik een phone voor je. Niks meer, jongens. 50, 100, 150, 160, 163 euro. Ik heb 53. 15. Ik wil niks. Noppes. Eerst dacht ik van, yes, ik krijg meer geld. Maar toen ik zag dat de anderen echt een stuk minder kregen en dat dat puur alleen kwam door uit welke familie ze kwamen, vond ik dat echt wel heel erg om te zien. Je voelt je heel ongemakkelijk, zeker omdat ze erbij zitten, maar ook een soort van schuldig. Toen ik in mijn eentje over die 200 euro beschikte, toen voelde het echt supergoed en toen dacht ik eigenlijk niet aan wat de anderen voelden, want ja, ik voelde me goed. Maar nu ik niks heb, ben ik eigenlijk alleen maar jaloers en voel ik me eigenlijk heel slecht. En het is niet fijn, totaal niet fijn. Ik moet er weer vandoor, ik heb een volgende afspraak. Het huis is van jullie. Veel plezier, jongens. Doei, doei. Doei. Ik denk wel dat Sander gelijk heeft, want als je in de quote kijkt, en ook in de quote 500, zie je dat meestal de blanke man er heel vaak in terugkomt en je ziet nauwelijks niet-westerse mensen of allochtonen, die komen er nauwelijks in voor.